Welkom bij een nieuwe aflevering van 11 Insiders. We zitten vandaag in het klaslokaal van het Basecamp in Westkapelle van Club Brugge. Dus voor een babbel met de aanvoerder van Club, Hans van Aken. Dag Hans. En mee aan tafel Frankje van der Elst, een gewezen aanvoerder van Blauw-Zwart. Heren, allebei welkom. Dank u wel. Hans, hoe is het? Ja, alles in orde. Hè. Dus natuurlijk sportief iets minder, maar voor de rest is het wel oké hier. Ja. Frankie, jij bent dan ook de trainer die Hans in Lommel zijn debuut heeft gegund. Daar komen we straks nog even over terug. Jullie speelden eigenlijk echt goed, hè, in Westerlo? Ja, klopt. Ja. Het is een match die je altijd moet winnen. Dus spijtig, want we hadden dan nog wat extra druk kunnen zetten op Gent. Die toch ook niet de gemakkelijkste wedstrijd hadden in Mechelen. Dus als je die wedstrijd bekijkt, genoeg kansen, genoeg mogelijkheden om makkelijk te winnen en gewoon goed voetbal. Dus over de match zelf denk ik dat we heel tevreden mogen zijn, alleen over het resultaat totaal niet. Ja, welk gevoel had je zelf tijdens de wedstrijd ook en erna, hoe dat het liep? Vandaag gaat het plots wel echt allemaal goed. Ja, gewoon een heel goed gevoel. En dat voelt je eigenlijk al vanaf minuut 1. We konden goed druk zetten, we waren direct op hun helft. Veel aan de bal, we creëren mogelijkheden. Dus alles zat positief in die wedstrijd. En dan voel je ook van, als die goal valt, dan zijn we vertrokken. En dan waren we even vertrokken met die bal die dan net niet over de lijn was. Maar we hadden genoeg goede kansen om te winnen. En dat is het jammer. Dus dat is de enige efficiëntie die ook al een aantal weken of al heel het jaar een beetje parten speelt. Waarin we gewoon veel te weinig doelpunten maken uit de kansen die we krijgen. Mm-hmm. Was het, Frankie, want jij was ook op de wedstrijd, ja, behalve dat ze niet scoorden, de beste wedstrijd van club in zijn geheel sinds lang? Ik denk het, ja, sinds lang zeer zeker. Hè. Het deed me een beetje terugdenken aan de wedstrijd in Leuven, waar je dan wel scoorde, hè. Een paar knappe goals. Maar inderdaad, van in het begin zeer dominant, balcirculatie was goed, snel ook, veel mensen mee in de aanval, hè. De backs kwamen iedere keer goed mee op langs de linkerkant, Meijer lang, dat liep heel erg goed. Alleen ja, Bolat speelde natuurlijk ook wel een goede wedstrijd, mogen we niet vergeten, maar er waren wel een paar momenten waar je van dacht van ja, deze had er echt wel ingemogen. Dus inderdaad, een gebrek aan efficiëntie heeft ervoor gezorgd dat ze niet hebben gewonnen. Waardoor het natuurlijk zeer, zeer moeilijk wordt om nog play-off 1 te spelen. Ja, één doelpuntje had een groot verschil kunnen maken nu, hè, gezien de wedstrijd van Gent ook. Hoe was het achteraf in de kleedkamer? Ja, is niet leuk. Hè. Je voelt zelf van dat je het op dat moment zelf hebt laten liggen om die wedstrijd te winnen. Uiteindelijk, door die wedstrijd te winnen, waren we nog altijd niet zeker dat we in play-off 1 zouden geraken. Dan moesten we nog altijd afwachten wat Gent zou doen. Dat Gent dan een dag later gelijk speelt, maakt het misschien nog net iets zuurder. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het gewoon stilte en eigenlijk aan onszelf te weten dat we zelf die kansen niet afmaken. En het is gelijk Frankie zegt, dat Bolat een goede wedstrijd geeft, maar heeft ook niet... Eigenlijk niet de grootste mirakels moeten zijn. Ook altijd de bal net op hem of net niet genoeg in de hoeken. En zo kun je geen wedstrijden winnen natuurlijk. Ja. Hoe groot is het geloof in de groep nog? Wat voel je zelf in de mate dat het er nog in zit? Maar het geloof moet er nog altijd blijven. Het kan nog altijd, hè? Dus het geloof moet er zeker zijn. En dan komen we weer op hetzelfde voor zondag. Dat wij gewoon ons wedstrijd moeten winnen. En weer moeten afwachten wat het andere resultaat zal zijn. Gent die wedstrijd speelt tegen Oostende, die al gedegradeerd zijn. Is dat positief, is dat negatief? Mm-hmm. Geen idee. Misschien spelen ze ook ineens heel vrij, Oostende. Dus ja. Misschien is dat ook positief. Maar ik zeg het, wij moeten gewoon ons wedstrijd winnen. En het is eigenlijk sinds dat Rick coach is geworden, hebben we het ook zo gezegd, match per match zien dat wij winnen. En vanaf de wedstrijd in Kortrijk hadden we het niet meer zelf in de hand. Mm-hmm. Hebben gezegd, oké, 4 of 5 finales die we nog hebben, moeten wij zorgen dat wij winnen. En dan zien we wel wat het andere resultaat van Gent wordt. Ja, Eupen is wel een ploeg die jullie ook niet echt ligt, hè? Mogen we zeggen. Thuis denk ik toch niet te vaak. Ik denk toch dat we thuis daar altijd toch vaak van gewonnen hebben. Jaar, dus. Was vorig jaar niet met Charlotte de Ketelaar op het einde nog een doelpunt voor de gelijkmaker? Was dat? Dat was de eerste match van het seizoen. Denk ik. De match, toen was ik er niet bij. Dat was een gelijkspel, dacht ik. Ja, toen was ik er nog niet bij. Maar het doelpunt van Charlotte de Ketelaar heel op het einde. Hè.
Toen was ik nog op vakantie. Dat moet ook gebeuren soms. Maar die zijn nog niet zeker van behoud. Nog niet helemaal. Nee, die gaan het ook niet allemaal opengooien. Maar je weet het niet, hè, hoe dat die zich... Nee, maar uiteindelijk, als zij zeker willen zijn van het behoud, moeten ze ook winnen. Dus ja. Zij zullen misschien iets meer rekening houden met de stand die in Zulten is. Maar voor ons is het gewoon, wij moeten gewoon zelf winnen, thuis tegen Eupen. Of dat nu deze match is of dat er de derde match van het seizoen is, maakt geen verschil. Hoeveel kans geef jij club nog? Gezien de wedstrijd van Gent inderdaad tegen een al gedegradeerd, misschien uitgeblust of staan. Ja, heel, heel erg groot is de kans natuurlijk niet dat club het nog haalt en zo. Allee, je kunt altijd wel zeggen, er is nog hoop en je moet altijd hoop behouden. Maar de kansen zijn zeer miniem. Ook al zou ik graag hebben dat het anders is, maar dat is gewoon niet zo. Dus Gent, natuurlijk, ze hebben nog de wedstrijd in West Ham. Je weet nooit wat daar allemaal nog gebeurt en hoeveel krachten dat die wedstrijd nog kost. Dat zag je ook een beetje tegen Mechelen. Maar normaal kunnen ook nerveus worden misschien. Hè? Ja, natuurlijk. Als Oostende daar voorkomt, ja, dan weet je toch maar nooit hoe het kan lopen. Maar in normale omstandigheden... Dan wordt dat een zeer, zeer moeilijk geval. En Club Brugge niet in de Champions Playoffs, welk predicaat moeten we daar op plakken dan? Zwaar ontgoochelend. Dramatisch en een schande, dat zijn allemaal heel de grote woorden. Catastrofes zijn. En zo, dat is denk ik iets helemaal anders. Ja, nou ja, dat is iets helemaal anders, maar dat zou zeer ontgoochelend zijn, omdat je drie keer na elkaar kampioen bent geworden. Je hebt heel veel geïnvesteerd voor het seizoen, 50 miljoen geloof ik nog. Dit maar kunnen brengen in de competitie. Champions League was natuurlijk wel heel goed. Is natuurlijk zeer onverwachts. Niemand had dat zien aankomen. Kunnen we ergens zeggen hoe is het zo ver kunnen komen? Waar kan je daar de vinger op leggen? Waar heeft dat de oorsprong gehad? Waar is het scheef beginnen lopen? Dat is heel moeilijk. Wanneer? Ik denk dat het begin met de Champions League erbij eigenlijk gewoon goed was. Ik denk dat we na 2 of 3 wedstrijden in de Champions League wel punten verloren hebben in Standaard. Ik kan me nu niet meer echt die andere wedstrijden herinneren, maar wel een aantal keer. Maar dat gebeurde in de vorige jaren eigenlijk ook, dat je na een Europese match wel eens punten laat liggen. Maar uiteindelijk waren we, ik heb pas nog gelezen van Karel, hoeveel punten stonden we achter mijn nieuwjaar. Het waren er eigenlijk niet zo superveel. En ja, dan toch misschien ook ergens verkeerde keuzes met de nieuwe coach. Iedereen zoekt naar oplossingen als het minder gaat. En die oplossingen waren niet de juiste achteraf bekeken. En ja, dan blijf je een beetje in hetzelfde straatje sukkelen. En daar raakten we op dat moment heel moeilijk uit. Maar om echt te zeggen, vandaag is het echt fout gelopen. Het is gewoon een heel jaar, Er is nooit een echte constante ingezeten, bedoel ik. Een langere reeks, behalve van midden augustus tot midden september, waar jullie 5 keer op rij winnen. Nadien is hij hier nooit meer gekomen eigenlijk in de competitie. Nee, klopt. En om echt te zeggen waar het fout gelopen is heel moeilijk. En als we dat toen al wisten, dan was het ook veel sneller opgelost geweest natuurlijk. Het was een beetje moeizaam van in het begin toch. Hè? Eerste wedstrijd Genk, nog wel gewonnen. Was geen echt goede wedstrijd. Genk was de betere ploeg, Mignolet. Denk ik toen al zijn eerste punten gewonnen voor club. Tweede was in Eupen. Was een nederlaag, was echt wel een slechte match. Als ik nu terugkijk op de competitie van club, dan is iedere keer Leuven die mij te binnen schiet. Dat was redelijk in het begin van het seizoen, zat toen al druk. Dat was op in die reeks van 5. Ja, daar moest al gewonnen worden. Toen is die reeks begonnen. Ja, Leuven en nu Westerlo. Hè. Al de rest, zo kan ik me niet herinneren dat je denkt... Dat was echt goed helemaal. Echt goed, ja. Te wisselvallig, geen constante, geen reeks zoals vorig jaar. Ja. En die was toen ook heel erg nodig om het uiteindelijk nog te halen en een goede play-off gespeeld. Maar dit seizoen in de competitie, ik heb nooit echt op geen enkel moment het gevoel gehad, dit is nu goed en dit is goed genoeg om mee te spelen voor de titel. Ja. Het is ook niet waar jij vanuit zal gegaan hebben. Maar wel even terugkomen. Ik denk wel dat er ook heel veel matchen zijn die ik me kan herinneren en het resultaat natuurlijk ook wel. Het gedachte rond die match verandert, want thuis tegen Anderlecht moet je altijd winnen. In Sint-Truijen moet je winnen.
Er zijn ook wel een aantal momenten dat het echt ook gewoon een match tegen heeft gezeten. Ja, die twee ongoals van Brendan op een week tijd. Of, ja, dat het anders had kunnen die zijn. Die echt heel, heel ongelukkig waren. Dus ik denk dat er ook wel resultaten waren die echt in ons voordeel konden gedraaid zijn. Maar het is, de eerste match tegen Genk had ook even goed de andere kant kunnen opzetten. Ik denk dat op het einde van het verhaal het zal altijd wel alles zich in evenwicht een beetje compenseren. Maar natuurlijk, als je niet wedstrijden op rij wint, dan gaat je nooit ook niet het gevoel geven aan de buitenwereld van oké, die ploeg is, is top en die heeft vertrouwen. En dat ligt ook wel aan de resultaten. Hoe jammer is het dat het zwaar tegenvallend resultaat in de competitie daardoor ook een beetje weegt op toch dat historisch hoogtepunt dat er geweest is met de doorstoot in de Champions League? Want dat lijkt daardoor een beetje ondergesneeuwd, hè? Dat lijkt daardoor weg. Ja, tuurlijk. En het heeft er een beetje ook mee te maken dat je in de Champions League... Dat is historisch dat we gekwalificeerd waren voor die achtste finale. Maar uiteindelijk gaat je die nooit winnen, de Champions League. En is competitie en beker eigenlijk belangrijker? Of daar wordt er vanuit gegaan dat je daar tot het einde meedoet? Om prijzen te winnen gaat het daarom. Ja. En dat is nu niet het geval. Dus dan wordt inderdaad die historische kwalificatie... Moesten we nu gewoon bij de top 4 geëindigd zijn, misschien half finale van de beker gespeeld hebben, dan had dat waarschijnlijk wel meer ter sprake gekomen. Ja. Kan het dat jullie een beetje in slaap zijn gewiegd door die goede Europese campagne? Of een beetje verblind daardoor, weet ik veel. En daardoor misschien niet, ik weet niet, dat je het gevoel had soms dat niet allemaal met de voet op de grond stonden in de wedstrijd in de competitie. Want als je op Atletico gelijk speelt, fenomenale Mignolet, maar toch, je moet dat als ploeg ook nog overeind blijven. Of je klopt ze hier, toen je echt goed speelde. Ja. Om nadien, tegen een kleinere ploeg te gaan spelen, is het toch altijd... Ja. Had je dat gevoel? Maar voor mij persoonlijk... Ik kan niet altijd een andere hoofd kruipen, maar voor mij persoonlijk, ik was mijn zesde Champions League campagne, dus dan raak je dat wel gewoon dat je inderdaad die knop moet omdraaien als je van het stadion van Atletico naar het stadion van een kleinere club moet gaan bijvoorbeeld. Dat mentaal een moeilijke kwestie is, maar en misschien bij jong gasten of die in de ploeg zitten, dat die het daar lastig mee hebben om die knop om te draaien, maar dat kan ik me niet over uitspreken in hun geval, maar voor mij persoonlijk wil ik gewoon elke match winnen. Maakt niet uit of dat in Atletico is of ergens anders. Frankie, mogen we misschien zeggen dat zonder een fenomenale Mignolet die overwintering er wellicht of mogelijk ook niet was gekomen? Die heeft daar een belangrijke rol in gespeeld, maar alleen nu... Simon speelt niet alleen natuurlijk. Nu alleen zeggen, het is door Simon Mignolet. Ze hebben ook echt goede matchen gespeeld. En Porto was een heel erg goede match. Hier heeft net gezegd, Atletico Madrid. In Atletico Madrid, oké. En Mignolet heeft daar vooral de laatste 10 minuten, denk ik, alles moeten pakken. Ervoor, de eerste 80 minuten, deden ze het gewoon heel erg goed, zonder veel weg te geven. Hè? Inderdaad, op het einde was het even alle hens aan dekken en Simon pakte alles. Maar dan zou je de ganse ploeg toch een beetje tekort doen om het alleen maar... Tot en dat is ook een beetje de flow waarin je zit op dat moment. Hè? Want toen zaten we echt wel in een goede flow, ook in die Champions League. En dan zie je dat die bal recht op zijn hoofd komt. Ik denk, als je dan in december of in januari gebeurt, dan vliegt hem langs zijn hoofd binnen. Het is misschien te makkelijk om te zeggen, van dat is puur op de flow te steken, maar vaak is het zo. Het is toch wel vaak zo, ja. De vraag is ook al eerder gesteld. Hè? Had Karel Hoefkens meer krediet moeten krijgen? Ja, dat vind ik ook een moeilijk. Achteraf gezien kunnen zeggen van wel, maar net voor het WK, net na het WK, was het niet de beste periode van de club. En ik denk dat dat een beetje meegespeeld heeft in de hoofden van de bestuurders. Van ja, komt dit nog wel goed? Maar de grootste fout is gebeurd. Hans heeft er al een beetje op gealludeerd. De keuze van Scott Parker is gewoon dramatisch uitgedraaid. Hè? Twee overwinningen op 12 wedstrijden. Ja. Je moet geen slimme zijn om te weten dat dat veel te weinig is voor een club als Club Brugge. Maar ik denk dat ze gewoon gedacht hebben, met Karel Hoefkens gaan we het niet meer kunnen rechttrekken in de competitie. Dus toch maar. Maar hoe dat ze dan bij Scott Parker terecht zijn gekomen, is mij een raadsel. Iemand die ook niet echt een geweldig parcours heeft gehad in de Premier League. Oké, wel
paar keer gepromoveerd, maar ook telkens weer gedegradeerd. Dus die keuze is gewoon falikant uitgedraaid. En toch, Hans, jullie hadden allemaal een heel goed gevoel. Ik sprak toen ook in die periode met Simon hier. Jullie hadden eigenlijk allemaal in het begin echt een goed gevoel met hem. Hè? Ja, het is ook wel zo natuurlijk, als er een nieuwe trainer komt, voel je ook een niveau op training gaat omhoog. Want degene die bij Karel niet speelde, die voelen weer van, ik krijg een nieuwe kans. Ja. Dus het niveau gaat omhoog. Ik vond de ideeën van Scott Parker gewoon goed. Alles was duidelijk. Qua trainingen, tactisch, alles was goed uitgestippeld. Alleen ja, in de wedstrijd kwam het moeilijk tot uiting. En was het misschien voor sommigen in de groep ook misschien te veel info, te veel informatie, te veel tactische richtlijnen. En, ja, dan, veel wissels ook. Ja, veel wissels, ja. En dat is dan ook weer de periode. Als het niet goed gaat, dan zoek je naar oplossingen. Praatte hij met jou veel erover in zijn zoektocht naar oplossingen? Persoonlijk niet echt. Nee. Hij was meer al iemand die met mij, met Simon, Dennis, met Noah, Mats, wat meer in de groep dingen besprak over wat hij voelde in de groep en voelde van wat er eigenlijk fout liep. Mm-hmm. En ook voor ons wat de oplossingen zijn. Want ik denk dat voor hem het moeilijkste was om zich in deze cultuur binnen te geraken. Ik denk van het Engels voetbal naar Belgisch voetbal, dat voor hem toch een beetje een shock was ook, denk ik. Zou het hebben kunnen werken als de resultaten in die periode wat beter zouden hebben meegevallen? Op termijn? Dat gaan we niet weten. Had het een match kunnen worden echt op termijn? Maar ik denk dat wel, want uiteindelijk hij liet natuurlijk beelden zien van de ploegen waar hij trainer geweest was, bij Bournemouth en bij Fulham, hoe ze speelden. Ja, natuurlijk, als je die beelden bekijkt, dan is dat... Dat was goed verzorgd voetbal met de juiste keuzes en dat liep gewoon goed. En dat wou hij hier ook erin krijgen. Alleen, lukte het niet zo goed als we op die beelden zagen. En, maar ik zeg nogmaals, de ideeën vond ik gewoon heel goed. En, ik vond ook wel de eerste weken dat er progressie te zien was. En ook in de wil, in de energie in het voetbal. Alleen, zeg het nogmaals, de resultaten dan bijvoorbeeld zelfs tegen Anderlecht thuis. Ja. Match die je altijd moet winnen en die Sint-Truijen, dan was het misschien 6-6 en dan had het misschien wel heel anders kunnen uitdraaien. Maar ja, de derby, waar Cercle jullie een beetje aftroefde. Oké, jullie verloren die dan niet, maar dan Oostende. Ik was op die wedstrijd, dan was het echt een beetje ontluisterend uiteindelijk, hoe dat het er daar uitzag. Daar schrok ik toch van. Ja, het was een beetje hetzelfde verhaal als Cercle in Oostende. Het zijn heel veel lange ballen, heel veel power, heel veel vanuit die tweede bal proberen. Het is geen mooi voetbal, maar het is gewoon een ander soort voetbal. En daar waren we niet goed genoeg tegen opgewassen om op dat moment daar het verschil te maken. En was het gewoon echt niet goed genoeg. Ja. Het is het moeilijkste seizoen sinds je hier bent. Oké, kan gebeuren. Mm-hmm. Welke verantwoordelijkheid heb je er zelf in, vind je? Ik denk een grote ook. Hè. Ik denk als kapitein en als speler die er al zo lang is. Met toch een mooi palmares, voelt je wel verantwoordelijk voor de resultaten en voor het niveau van de ploeg. En natuurlijk, ik doe mijn uiterste best om mijn eigen niveau sowieso naar boven te doen. En daardoor ook dat van de ploeg. Alleen is het ook niet mogelijk. Dus ik heb ook degene rond mij nodig om zelf tot mijn beste niveau te geraken. En ook als groep om terug... op het juiste niveau te geraken. Ben je dan iemand die andere dingen gaat doen of proberen of extra dingen doet op training? Of zeg je, ik blijf doen wat ik en het komt wel weer terug? Nee, dat wel. Ik ben wel iemand die vertrouwt op mijn eigen kwaliteit en niet ineens anders gaat doen, omdat het altijd zo gewerkt heeft voor mij. Zal ik ook gewoon altijd mijn eigen ding blijven doen en niet veranderen. Ik moet ook geen andere speler worden, naar mijn mening. Ik denk ook niet meer dat ik daar de tijd voor heb om nog een andere speler te worden. Dus ik ben wie ik ben. En daar ben ik tevreden mee ook. Ja, op zich zijn cijfers wel niet slecht. Hij heeft weer 9 goals. En als ik zie de passes die hij in één tijd trapt in Westerlo om iets te openen, dat is wel altijd Hans van Aken. Op Jutla, bijvoorbeeld. Een geweldige bal. Hè. Ja. Ik zeg dat wel vaker. En dan word ik natuurlijk een beetje gezegd, maar je bent een Van Aken fan. Maar de bal die Hans daar trapt met zijn mindere voet in één tijd, zijn de precisie, veel de snelheid. Dan? Niet veel, ik zou durven zeggen. Niemand. Ja. Niemand in België. Maar natuurlijk, hoge bomen vangen veel wind. Hè, als het dan minder goed gaat. En hij is niet klein. Ja, oké, dat weet ik al lang. Maar
Ja, dat, maar nee, nee, maar ja, dan kom je als eerste een beetje in het vizier als het minder goed loopt. Dan kijken ze heel, heel makkelijk en heel snel naar de mannen die het al jaren doen. Die het dan opeens wat minder doen. Mm-hmm. En dan wordt er ook van jou verwacht dat je daar recht zit. Maar alleen is dat zeer erg moeilijk. Ja. Je moet collectief naar een hoger niveau, zoals afgelopen zaterdag. Dan was dat een collectief veel beter club. Dan zie je ook weer de 1-2'tjes. Je hebt, denk ik, in één match tegen Westerlo meer 1-2'tjes gedaan dan in de vorige 5-6, zou ik maar zeggen. Ja, dan zie je dat weer terug. Ik vond ook weer wat hoger op het veld. Ja, onder Parker. Ja, je positie is ook een aantal keer veranderd. Hè? Wat lager. Ja, maar dat is eigenlijk altijd wel zo. Maar dat is eigenlijk puur het feit van, zoals we in Westerlo beginnen, voel ik direct van oké, we zijn dominant en we zijn op hun helft, dus kan ik ook hoog blijven. Mm-hmm. Terwijl als we op onze eigen helft gedrukt worden en de pressing van de andere ploeg is misschien ook goed, voel ik me ook verantwoordelijk om laag te komen om van daaruit het spel te gaan maken. Dus dat is een beetje de keuze die ik moet maken. Ik ben iemand die graag hoog speelt ook en ik wil dat ook, maar als ik daar voel van komt te weinig aan de bal, dan ga ik hem wel een beetje zoeken. Ja. Ja, wel. Neem je het mee naar huis, de crisis met een groot woord, of kan je het makkelijk loslaten als hier de deur dicht gaat? Ja, kan dat heel makkelijk. Ja. Ja. En als de deur thuis open gaat en je ziet je vrouw en je dochtertje, voilà. Die kijken in je ogen, dan... Dat is iets heel... Ja, dat is, ik heb ook altijd, ben altijd iemand... Nee, die ook tegen mijn vrouw heb gezegd van kijk, wat er op de voetbal gebeurt of hoe moeilijk het dan ook kan zijn. Ik heb het heel lang ook heel goed gehad, dus, en nu is het even minder. Mm-hmm. Bij niemand die thuis wilt komen met een lang gezicht en in de zetel gaat zitten en niet aanspreekbaar is. Dus ik vind niet dat moet zijn. Ik heb nog, het is ook een ander leven buiten het voetbal en daar moet ik ook gewoon van genieten. En heb je nood om erover te praten bijvoorbeeld met je vrouw of met je vader of je broer? Of... Daar wordt sowieso over gepraat, daar kun je niet omheen. En, maar zoek je dat meer als het moeilijker gaat? Nee, totaal niet. Nee. Zeker niet. En, er wordt nu ook niet meer over voetbal gepraat tussen mijn vader en mij, of tussen mijn broer en mij, of thuis. Daar wordt over gepraat en het is het beste deel van uw leven natuurlijk, de voetbal, het groot deel zelfs. En, het is ook soms goed om erover te praten en om misschien ook naar oplossingen te zoeken. En sommige mensen zien het ook, zoals mijn vader, die heeft lang in het voetbal gezeten, mijn broer zit er lang in, die kijken misschien ook op een andere manier daartegen en kunnen misschien op een andere manier u beïnvloeden. Uh-huh. En dat is ook alleen maar positief om het langs een andere kant te kunnen bekijken misschien. Ja. Hans, we gaan het wel luchtiger maken. Hè? We gaan een quizje doen over jou, over je carrière, over je clubs. En we weten van in de slimste mens dat je een goede quizzer bent. Je moet snel proberen antwoorden, zoveel mogelijk goede antwoorden geven binnen een tijdspanne van 90 seconden. Dus er komen een aantal vragen. Je kan maximaal 20 punten verdienen. En Frankie die houdt de tijd in de gaten en die telt ook de punten. Ja. Oké. Okay. Goed. Zijn we weg, Frankie? Ja, doe maar. Op 20 mei 2010 laat Frankie jou debuteren in de eindronde met wat toen nog Overpel Lommel heette. Weet je nog tegen welke ploeg? Denk Eupen. Juist. 6 maanden later maak je je eerste doelpunt. Dat gebeurt op het veld van? Brussels. Ja. In je eerste competitiewedstrijd voor Lokeren scoor je 2 keer op Anderlecht. Welk 16-jarige maakte in die match zijn debuut als invaller bij Anderlecht? Tielemans. Ja. Met Lokeren lukt jou wat je bij club niet lukt, de beker winnen. Je zorgt voor de assist van de winning goal in de finale tegen Zulte Waregem. Wie maakt die? Scholz. Ja. Tegen welke ploeg uit de Jupiler Pro League scoorde je al het vaakst? Genk. Ja. In de Champions League campagne met club scoor je in totaal 9 keer. Tegen Monaco, Real Madrid, Lazio, Zenit, PSG en Manchester City. Welke club ontbreekt? Oeh, dat was snel, hè. Leipzig. Ja. Hoeveel hat-tricks heb jij gemaakt in je carrière? 0. Ja, klopt, 0. Je hebt net als Frankie 2 keer de gouden schoen gewonnen, maar jij won hem 2 keer op rij. Welke 3 andere spelers hebben jij dat voorgedaan? Van Moer. Ja. Van Imst. Ja. Nog eentje. Kullemans. Ja. Met welke speler heb je het vaakst samen op het veld gestaan? Ruud Vollmer. Ja. Noem de 9 andere basisspelers in die bekerfinale met Lokeren, behalve jijzelf en Scholz. Coppa. Ja. Galicios. 2. Ja. Maric. 3. Odoi. 4. Overmeire. 5. Persoons. 6. Harbaoui. 7. De Pauw. 8. Nog eentje. En ik zou zeggen...
Patosi? Junior Dutra. Een van de twee. Ja. Maar wel 18 op 20. 10 juiste antwoorden. Dan, 18 op 20? dat is beter dan Jelle. Jelle Vos had 17. Ja? Voilà, dan kan ik dadelijk al een berichtje. En Sven Kums had 16, denk ik. Ja, dat is knap gedaan. En wat weet je nog van die viering van de beker, Hans, toen? Viering van de beker? Ja. Ja, dat was voor mij, dat was mijn eerste jaar, dus ja, het was ongelooflijk dat we direct die beker... En voor Lokeren was het tweede keer op 3 jaar, denk ik. Ja, 2012. We zijn dan na de match in de bus, eigenlijk in de kleedkamer al ten eerste, op het veld, dan in de bus. En dan zijn we nog naar de markt in Lokeren gereden, waar het podium stond en de supporters. Ik weet dat het heel slecht weer was, dat wel, maar... Dat maakte voor ons op dat moment niks uit. Dus het was als 20 jaar natuurlijk, eerste jaar in eerste klas, is dat een fantastisch moment. Ja. Bijzondere ploeg toch ook al toen. Hè? Ja. Pas op, ze werden vijfde in play-off 1. Ja. Nadien ook goede Europese campagne. Erbawi was topschutter. Mm-hmm. Hoe kijk jij terug op die periode? Maar dat was voor mij een geweldige periode. En zeker omdat ik de stap van Lommel naar Lokeren leek voor mij groot. Omdat toch van, ik denk dat we zesde worden in tweede klasse, naar een play-off 1 kandidaat in eerste mm-hmm. klasse gaat. Ivan Leko nog, die voor u staat in Lokeren. Dus ik ging gewoon met het gevoel naar daar van, oké, als ik in dat eerste jaar gewoon al wat kan invallen en wat minuten kan maken, dan ben ik blij. En ja, als je dan de eerste match kunt starten en 2 goals kunt maken, dan is je vertrouwen zo groot dat je... Ja, ja. Dat je direct in de juiste flow zit, zou je zeggen. Op Anderlecht. Ja, die match op Anderlecht. Ja, van niet zomaar direct gelanceerd. Het waren 2. Ja, klopt. Maar ze kennen u niet. Je krijgt daar natuurlijk veel ruimte. Anderlecht is een ploeg die zelf graag voetbalt. Dus misschien ook wel een ideale match om te starten. En, dus de voorbereiding op zich was ook al gewoon goed. Ik denk dat ik in die voorbereiding ook al 8 of 9 doelpunten gemaakt had. Dus ik denk dat ik daar al wat had laten zien om kans te maken om te starten. Maar uiteindelijk als je op dat moment denk je gewoon van wat minuten meepakken en we zien wel. En ik heb ook nog, ik denk dat het nog eens in een artikel gestaan heeft ook, dat ik aan mijn papa gevraagd heb van, denk je niet dat die stap misschien te groot is om al te nemen? Maar uiteindelijk is heel goed uitgedraaid. Ja, het was uiteindelijk de ideale omgeving om in te groeien voor jou. Met een trainer als mm-hmm. Peter Maas. Die hebben ook goed met kennis, ja, tuurlijk. En dat was ook wel voor mij een teken van, oké, ik denk als hij mij kwam halen, dat hij eigenlijk toch nog over meer overtuigd moest zijn dan voor iemand anders, omdat de relatie misschien mm-hmm. moeilijker mm-hmm. is om het te doen. Maar inderdaad, die omgeving was geweldig. En dan heb je die ervaren jongens rond u over meer persoons. Ja, dat was mijn volgende. Die twee achter je, Kilian Overmeer en Koen Persoons. Ja, persoonlijkheden. Koppa in de goal, Arbawi voor je. Bedoel. Nee, tuurlijk. Ja, we hadden gewoon, als je de namen bekijkt, gewoon echt gewoon een hele goede ploeg. En dat draaide en we goede flow, goede leuke groep. Als we daarop terugkijken, is gewoon voor mij gewoon, het zijn 2 fantastische jaren geweest. Ja. Frankie, want jij hebt hem natuurlijk voordien gehad bij Lommel. Was het in jouw optiek ook de goede, een juiste stap, een logische stap voor hem? Ja, dat vind ik wel, ja. Een goede tussenstap, hè? Van, mm-hmm. Van inderdaad een ploeg die zesde stond in tweede klasse. Dan ga je in normale omstandigheden niet direct naar de allerbeste ploeg. Maar als tussenstap was bij een subtopper, hè, wat Loker in die tijd was, was dat wel de juiste beslissing. Mm-hmm. En ook, ik denk dat je vader je daar goed heeft kunnen in bijstaan, met raad en daad. Peter Maas, die kind aan huis was mm-hmm. bij jullie. Filip Haagdoren, ook iemand met veel voetbalverstand, waar je wel zal mee gepraat hebben. Ik denk wel dat die mannen hem met de beste raad hebben mm-hmm. bijgestaan. Zeker. En ervoor gezorgd hebben dat hij die keuze heeft gemaakt. Hoe heb jij hem destijds bij Lommel aan de deur zien kloppen als jonge gast? Als iemand met een intelligente voetballer al. Zelfde postuur. Hij was toen al even groot, denk ik. Alleen wat minder breed. Een lange smallen, zouden ze bij ons in Lombeek zeggen. Maar met heel goede voeten. Met heel goede vista ook al. Iemand die ook al assist kon geven. Zelf doelpunten kon maken. Ja. Ik heb er vaak gezeten op vrijdagavond. Kijken naar de belofte. We hadden dan met Serre Gioni bij de belofte. Iemand die heel snel was.
Hans heeft die ontelbare keren alleen voor doel gezet. Dus ja, de Hans, de kwaliteiten die je nu ziet, ja, die had hij toen al. Alleen ja, hij was 17 jaar. Maar jij twijfelt niet om hem in die ploeg te droppen? Of toch geregeld al te gebruiken? Ja. Een aantal. Maar ik dacht de echte basisplaats. Ik denk tegen Standaard Twitter een keer. Eerste, ja. Ik denk dat de eerste was. Mm-hmm. Hè? En daarvoor inderdaad invalbeurten. En zijn eerste goal op Brussels was een belangrijke. Want daar zat je ook op de bank. Hè. Ben je ingekomen? Ja, ben ik ingekomen. Binnengekomen en 2-2 gewonnen. Ja, we stonden achter, 2-1. En hij en twee tegelijk, als ik het me nog goed herinner. En waaronder Hans, die het verschil maakte in ons voordeel. Nee, maar ook op training, als je een soort positiespel deed. Ik zal maar zeggen, één ploeg mag scoren, de andere moet trachten de bal te houden. Ja, ik bedoel, als je dan... De mannen die bij Hans in de ploeg stonden, die anderen die moesten scoren, ja, die geraakten soms niet aan die bal. Ja, dus zij verloren de bal nooit. Hij toen ook al geen bal verloor. Dus nou ja, je zag wel dat gewoon het talent... Maar ja, waar dat ze dan terechtkomen en hoe ver dat het kan gaan, ja, dat is altijd moeilijk in te schatten. Hoe was Frankje voor jou toen? Iemand waar je naar opkeek ook, gezien zijn verleden? Ja, natuurlijk. Ja. Het is een grote naam in het Belgische voetbal, dus... voor mij, ik denk dat ik misschien zelfs 16 was, dat ik misschien de eerste keer ik begon mee te trainen bij de eerste ploeg. Dus voor mij was dat gewoon, ik was gewoon heel blij dat ik dat kon doen. En dat ik bij de eerste ploeg kwam bij iemand die zoveel ervaring al had in het Belgische voetbal. We hadden toen ook gewoon een hele ervaren groep. Een goede groep. Ook, dus goeie ook heel groep. Veel jongens die, die mij daarbij helpen. Pinksten zat daar ook. Ja, Pinksten. En dan De Londe. Jeroen Ketting. Mag de Koning. En we hadden echt wel ervaren jongens, eigenlijk een goede mix van ervaren jongens met jonge gasten, die talentvolle jongens. Mijn broer natuurlijk. Ja, hoe was het om met je broer? Ja, dat is ook gemakkelijk, hè, want ik kon dan altijd met mijn broer mee naar de training. Je kunt altijd als er iets is, iets vragen. Het is makkelijk om bij hem dan terecht te komen. Dus hij heeft me daar ook gewoon heel goed bij geholpen om bij de eerste ploeg te komen. En dat maakt het allemaal veel gemakkelijker. En natuurlijk de omgeving, het is mijn thuisstad. Dus, ook de man van Lommel ook. Hè? Ja. Opgegroeid in Lommel, met de papa ook. Dus was hij daar eigenlijk thuis. Hè? Mm-hmm. Opvallend wel dat jij zowel de stap naar Lokeren als nadien de stap naar club eigenlijk moeiteloos verteerde. Hoe plaats je dat voor jezelf? Dat was eigenlijk, sommigen hebben wel een terugval, toch? Beginnen misschien wel nog goed, maar jij gleed meteen mee. En was ook meteen mee bepalend. Ja, maar dat is misschien een voordeel van de kwaliteiten die ik heb. Dat ik misschien bij spelers die dan beter zijn rond mij, dat ik ook gewoon direct ook zelf beter word. En het is wel zo dat ik van Lommel naar Lokeren de eerste twee weken echt wel afgezien heb. En gewoon dat het tempo echt verschroeiend de lucht in ging. Ook veel vaker twee keer training. Dus dat ik s'avonds thuis kwam, echt gewoon de zetel in moest, dat ik gewoon kapot was. Mm-hmm. Maar gewoon wel, na twee, drie weken gewoon dat tempo kan oppikken en ook gewoon mee kan in het niveau van de spelers rond mij. En die tillen mij naar dat niveau. Mm-hmm. En dat is wat ik nu natuurlijk ook weer langs de andere kant probeer te doen met de jong gasten die bij ons erbij komen. Het heeft te maken met voetbalintelligentie ook, Peter. Zeker. Ja. En inderdaad, die twee weken, dat doen dan aan mijn jonge periode denken bij RWDM. Dat heb ik ook gehad. Zeker toen Boskamp het eens overnam als speler-trainer twee weken. Ook kapot als ik thuis kom. Maar dat is een proces waar je door moet. En als je die stap kunt zetten, dan ben je vertrokken. Ja. Bij club had je dan ook iemand als Timmy Simons. Mm-hmm. Een persoonlijkheid daar mee in het middenveld. Wat heb je van hem opgestoken? Uiteindelijk... Tim kende mij goed genoeg, want hij moest achter mij aan toen ik bij Lokeren speelde. Ook een verleden bij Lommel trouwens. Ook een verleden bij Lommel, dat was al direct een band. En, Tim hetzelfde, hè. Ongelooflijke ervaring, ook veel meegemaakt, ook in het buitenland gespeeld, dus andere ervaringen gehad. En uiteindelijk ook iemand als je bij iets zit of als je iets voelde of gewoon... Die het overnam en ook op het veld echt een leider die het goed uitzette, die de juiste info gaf aan de spelers rond zich. Dus daar kun je ook gewoon heel veel van leren. Ja, en je werd meteen kampioen. Hè? Dus bij Lokeren win je meteen de beker. Ja. In Brugge word je meteen kampioen, wat een hele tijd geleden was. Dat was natuurlijk de ambitie toen ik naar hier kwam, om na 11 jaar terug die titel te pakken. En dat is toen direct gelukt. Dus,
Allemaal positief. Ruud was er ook al. Ja. Jullie alliantie heeft uiteindelijk tot heel veel successen geleid. Ja. Wat was het dat jullie bond op en naast het veld? Oh, ik denk vooral op het veld dat we redelijk complementair zijn. Ik denk dat we alle twee andere kwaliteiten hebben, maar die gewoon goed samenpasten. Ik meer als spelverdeler, meer aan de bal en hij iemand die goed infiltreerde en meer energie en kracht in het duels deed. Dus ik denk dat we elkaar gewoon daarin heel goed aanvulden en aanvoelden vooral. En je hebt soms van spelers waar het goed mee klikt. Ik had bijvoorbeeld op links ook altijd een goede partner met Danjuma, met Limbombe. Dat zijn ook altijd dat klikt en dat is soms ook gewoon moeilijk uit te leggen waarom. Maar dat is Mis je Ruud wel eens? Gewoon missen. Missen. Je weet in het voetbal dat er altijd momenten komen dat je wel eens uit elkaar gaat geraken. En uiteindelijk, wat ik wel vind, is dat bijvoorbeeld Mats, Kasper ongeveer dezelfde types zijn als Ruud. Ruud is dan misschien nog wel beter met stilstaande fases, vrije trappen en corners. Maar puur in het spel, met Mats bijvoorbeeld, gaat dat ook wel gewoon. Voelde ik die klik ook wel gewoon goed. Heeft club Ruud toch af en toe eens gemist dit seizoen? Vooral op stilstaande fases. Dan ben ik het ook wel in het spel. Als Clément en Schreuder zoeken om hem toch in het elftal te houden en het uiteindelijk niet lukt, dan denk ik wel dat zij dat beter kunnen beoordelen dan iemand die dat van op een afstand bekijkt. Maar stilstaande fase heb ik ook al dikwijls gezegd, voor een goede corner, een goede vrije trap, een zuivere corner, een zuivere vrije trap, waar dat mannen die goed zijn met de kop kunnen van profiteren. Ja, dat heb je wel. Alleen dat missen ze wel, dat vind ik wel, ja. Ja. Heb je nog contact met hem? Jawel. Ik kom hier af en toe ook wel eens tegen, want hij woont nog altijd hier. Dus we komen elkaar nog heel tegen en af en toe is ze berichtje. Misschien zal je mij voor dit weekend ook nog wel een berichtje sturen. Jullie kunnen een zondag wel toch dat op zijn minst doen en hem een dienst bewijzen. Ik zou zeggen dat zij eerst moeten zorgen dat ze zelf winnen. En de rest zullen wij dan wel. Hoop je wel dat zult waken met Ruud voor hem, voor David de Vouwen? Voor Jelle, natuurlijk. Ja, uiteindelijk. En voor ons is het ook korter bij, hè. Maar... natuurlijk gun ik het hun wel. Ik vind ook gewoon Zulten is gewoon een leuke club. Fijn om ook daarom daar te gaan spelen. Is altijd plezant. Dus mogen van mij er wel in blijven. Ja. Hoe is de sfeer in de groep nu, deze dagen? Vandaag op training bijvoorbeeld. De sfeer is wel goed op zich. In de groep is de sfeer altijd wel goed. Alleen het feit dat je vijfde staat maakt. Ja, dat wel. Dat wel. Fijne zeker wel. Alleen het feit dat je vijfde staat is gewoon vervelend. Het is moeilijk anders te zeggen. Maar de sfeer en ook gewoon de laatste weken voelen velen zich gewoon ook vrijer in het spel. Wat dan ook leidt tot beter spel en beter voetbal. Dus dat is positief. Alleen. Wat is het verschil dan, Hans? Wat doet Rick de Mil dan anders dan Scott Parker? Ik denk dat Scott Parker iemand was die echt vanuit zijn idee en dat moest er komen. En ook van het moment dat minder liep, eigenlijk niet iets anders gaan zoeken voor misschien spelers zich meer comfortabel te laten voelen. Het eerste wat Rick gedaan heeft toen hij coach was tegen Standaard, denk ik. Was thuis Standaard. Standaard. 3-5-2 teruggespeeld. Waar we toch wel wat spelers hebben die zich daar comfortabeler in voelen. Eigenlijk gewoon het feit, hij kende de groep beter, Rick de Mil. Denk het wel, ja. Dat denk is het grote verschil. Ja, dat wel. Ja. Misschien ook wel logisch. En Scott Parker kende de groep niet goed genoeg. Nee, dat kan goed zijn. Ja, ik weet ook niet hoe goed dat hij daarop voorbereid was, dat kan ik moeilijk meegeven. Maar ik denk dat hij wel de Belgische competitie in het algemeen minder goed kende. Vul jij je rol als aanvoerder nu anders? Oké, je bent een andere figuur dan Ruud. Ruud zal wat dominanter geweest zijn of vocaler misschien meer aanwezig. Maar nu, in deze periode, vul jij dat anders in dan...
Niet per se. Maar ik vind mijn eigen nog altijd ook een kapitein. Meer een leider met een voetballende kwaliteiten op het veld dan puur een babbelaar. Door de week ben je niet zo iemand die... Maar ik ben wel iemand die tijdens de match wel bezig is met spelers rondom mij om aanwijzingen te geven van hoe druk zetten, of wat ik verwacht van iemand. Maar dat is dan puur persoonlijker en niet... in groep gericht. En zo'n jongen als Roman Jaremchuk, praat jij daar dan eens mee door de week? Waar je van weet, oké, die heeft het moeilijk, het lukt niet. Maar daar wordt mee gepraat. Maar dat is niet specifiek dat jij dat op je neemt. Nee, maar ik denk dat de spelers wel... Iedereen wel weet dat als ze ook met iets zitten, dat ze altijd naar mij kunnen, naar Simon of eventueel naar de coach of iedereen. Maar het is niet altijd gemakkelijk om andere jongens daar zo makkelijk bij te helpen. Nee. En we zoeken allemaal naar de oplossingen voor iedereen om hun beter te maken of hun uit een moeilijke periode te helpen. Maar dat is niet altijd makkelijk. Schiet hij ze wel binnen op training eigenlijk? Jawel. Maar het is ook wat ik zeg. Het is iemand die heel hard werkt, die heel veel bezig is op training, heel hard zijn best doet. Alleen dat tikkeltje vertrouwen of wat het is, mist op dit moment om het verschil te kunnen maken in wedstrijden of als hij invalt. Er moet er eens eentje binnen gaan, dan kan hij vertrokken zijn. Balletje, laatste minuut was niet makkelijk hoor. Nee. Stel dat hij die maakt, dan... Voilà. Zo'n dingen moeten dan eens meevallen of eens binnen gaan. Die kans in Kortrijk bijvoorbeeld, als je die binnenschiet, dan is misschien een ander verhaal. Dat is moeilijk. En langs de andere kant denk ik ook zo, bijvoorbeeld Jaremchuk, ik denk dat hij van zichzelf ook goed beseft. Dat zal het beseffen van zijn eigen wat hij misschien mist, dat hij ervaring genoeg heeft daarin om dat te weten. Dus weet ik niet of ik me dan direct geroepen voel om al daarover te gaan praten. Ja. Als het de Europlayoffs wordt voor jullie, gaat iedereen zich daar voluit kunnen voor opladen, denk ik? Dat hoop ik alleszins wel. Maar ik denk dat we eigenlijk nu gewoon eerst die match zondag moeten afwerken, winnen en dan zien. En ik denk als het dan inderdaad Europlayoffs wordt, dat we dan toch nog eens misschien goed moeten samenzitten om het belang daarvan nog eens goed mee te delen aan iedereen dat er toch nog degelijk iets op het spel staat. Want vijfde worden is dan toch een must. Tuurlijk. Dus zit er ook niks anders op. Ja, want zonder Europees voetbal, Frankie, jij hebt het een keer meegemaakt. Lang geleden. Kun je beter, ja. Ja, daar is het. Ja, 30 jaar geleden, ja. Nee, dat kun je niet voorstellen. Dat club, dat zou... Ja. Dat kun je inderdaad niet voorstellen in deze tijden, dat club dat niet zou halen. Maar je moet er rekening mee houden dat kan gebeuren. Want vooral Standaard zie ik dan als de zwaarste concurrent voor die plaats. Maar dat moet toch wel lukken, denk ik. Ja, dit seizoen bewijst wel dat een Belgische club die ver gaat in de Conference League, dat ook wel wat bijval krijgt, hè, en dat er aandacht rond is. Ja, zeker. En het is allemaal alleen maar positief voor het Belgisch voetbal dat er zoveel ploegen nu nog, zelfs nog 3 ploegen in Europa actief zijn. Ik denk dat wij met die kwalificatie al een goede coëfficiënt hebben bijeengeraapt en nu de andere 3 ploegen ook. Dus alleen maar positief voor het voetbal. Wie wordt kampioen, denk je? Ik zou op dit moment mijn geld nog niet op durven inzetten. Ik denk dat het... Dat is dan allemaal op 5 punten, de 3 van boven, 5 punten bij elkaar. Dus gedeeld wordt 2 en 3 punten. Ja. Ik denk, het zal de ploeg zijn die de juiste... Die goed begint aan die play-offs en de juiste flow te pakken heeft. Ik denk dat wel het woord is van vandaag, de flow. Dat die ploeg het kort bij gaat zijn. Maar het ligt op dit moment te kort bij 1 om echt 1 uitgesproken titelkandidaat te noemen. Hoeft er hier straks eigenlijk op zich veel te veranderen naar volgend seizoen toe? Ik weet niet of ik daar de juiste ben om daar al direct over te oordelen. Dus ik denk dat het er al aan zal liggen wie dat er... Of welke belangstelling er zal zijn voor spelers die misschien kunnen vertrekken. En dan uiteindelijk, als er spelers gaan vertrekken, zal er wel voor vervangers gezocht worden. Maar op dit moment... Uiteindelijk, als je zo in de Champions League kunt spelen, heb je genoeg kwaliteit om ook in België gewoon een goed seizoen te draaien. Dus. Want laten we eens positief zijn, er is wel degelijk verjonging bezig. Hè?
Meijer is uiteindelijk wel een goede transfer. Zeker, die is nog jong. Hè. Uiteindelijk is dat de transfer die gelukt is. Jongeren als Pilaers die zich nu manifesteren. Romeo Vermand wordt er geregeld bijgehaald nu. Club Next heeft het ook echt goed gedaan. Ja. Er is wel hoop voor de toekomst natuurlijk op die manier. Er is zeker wel een komst. Ja, ja, tuurlijk. En die jongens trainen ook al nu een halfjaartje mee bijna, zoals Romeo, Talbi zit er nu bij ons bij, Sabbe. Dus er zijn een aantal jongens die bij ons nu meetrainen en die zeker het niveau hebben om ook volgend jaar misschien minuten te gaan maken en stiltjes aan erbij te komen. Bjorn Meijer is voor mij, ik denk dat hij degene is die ik op zo korte tijd het meeste progressie heb zien maken. Echt heel goed seizoen draait. En zeker ook niet gemakkelijk als je in een ploeg zit die dan in een mindere periode zit. Is volgens mij hij toch wel degene die constant op een goed tot hoog niveau gepresteerd heeft. Dus echt, echt knap van hem om die progressie te maken. Ja, in verschillende rollen zelfs. Hè? Met vier achterin, hoger als wingback. Maar hij heeft gewoon het loopvermogen om... Hij heeft een geweldige verleiding. Dat is onvermoeibaar, zaterdag ook. Hij had die achterlijn. En dat is natuurlijk gemakkelijk voor Noah. Noah kan naar binnen komen, want wetende dat Bjorn kan heel die lijn toch constant doen. Dus, en die wisselwerking is volgens mij gewoon heel goed daar op links. Met Noah, met Bjorn en met mij, dat klikt daar goed. Ik denk ook dat als we er vaak doorkomen, dat het via links is op dit moment. Dus ja, die jongen heeft gewoon fantastisch gedaan. Dus ik vind Jorne ook, die doet de laatste tijd, die heeft nu dan een aantal basisplaatsen op rij, ook heel goed gedaan. Is iemand die ook goed indribbelt, dus ook wel iets creëert. En dat maakt het natuurlijk voor ons ook weer gemakkelijker op het middenveld. Want er gaat altijd iemand moeten uitstappen op hem. En dan creëert vrijheid voor ons. Dus die jongens doen het gewoon goed en laten we hopen dat die zich dat volgend jaar ook kunnen doortrekken. Daar kan je mee aan de slag met die gasten. Heb je de voorbije weken toch wel eens gedacht, was ik toch maar weggeraakt in die seizoenen? Nee. Ja, de vraag moet ik stellen. Hè, ja, nee, zo ben ik ook niet. Nee. Zo ben ik niet. Nee. Dus eenmaal dat voorbij was in eind augustus, dan is mijn knop omgedraaid. En dan ligt mijn focus gewoon volledig terug op Club Brugge. Ik zal zeggen, dat zijn lastige weken geweest en dat is vervelend. Maar eenmaal dat voorbij is, is voor mij ook afgesloten. Je hebt bijgetekend tot 27, je wordt 31 straks. Is de kans dat je nog naar een grotere competitie gaat, is die voorbij, denk je? Is die weg, denk je? Voorbij? Die kans zal elk jaar misschien kleiner worden, maar voorbij zou ik nog niet direct zeggen. Maar ik besef heel goed dat die kans inderdaad met de jaren kleiner en moeilijker wordt. Maar nogmaals, ik ben super tevreden hier, super content. En, dat is iets wat je niet in de hand hebt. Ik had eigenlijk vorig jaar ook niet meer verwacht dat West Ham nog ging komen, want uiteindelijk dat was ook pas ergens midden augustus. Dus ik had me daar eigenlijk totaal niet meer mee bezig gehouden. Dus er waren even twee vervelende weken. Maar, de kans zal wel kleiner worden, maar voorbij is groot woord. En je weet dat de nieuwe bondscoach vooral naar de buitenlandse competities kijkt, naar de grote competities kijkt. Want uiteindelijk is zijn international carrière als Rode Duivel vrij laat begonnen. Hij was 25-26 toen je 26, inviel voor Eden Hazard. Je eerste twee interlands, denk ik. Maar de concurrentie was natuurlijk niet binnen. Ja, de concurrentie in bij de huidige generatie of de generatie die stiltjes aan op zijn einde loopt, is natuurlijk of was heel erg groot. Hè. Dus, maar ben uiteindelijk, een moment geboren. Uiteindelijk toch nog, wat is het, in de 20 interlands? 23. En ook een aantal doelpunten. Dus, ook daar toch zijn doelpunten gemaakt. Dus ook die stap heeft hij gezet. Moest hij naar een grotere competitie gaan met de voetbalintelligentie die heeft, dan denk ik ook dat hij daar meedraait. Dat is hoe hij is. Hè. Iemand die zich snel en goed kan aanpassen, omdat hij gewoon een goede, slimme voetballer is. Hoe ziet je toekomst er dan uit? Want je hebt toch nog een jaar of 5, 6 goede jaren in je. Dat hoop ik wel. Als je gezond mag blijven. En je mist ook dit seizoen bijna niks weer. Ik heb gezien 4 keer vervangen zo op het einde. Alles samen. Dus ik kreeg het allemaal nog goed verwerkt. Dus, en dat is natuurlijk ook tot nu toe altijd wel een kracht geweest, dat ik altijd beschikbaar ben en altijd zo goed als geen wedstrijden mis door blessures of eender wat.
Dus ja, nog 5-6 jaar hoop ik zeker te halen en daarin zoveel mogelijk. Het enige waar ik voor voetbal is voor prijzen. Ja. Dus prijzen dat mag hier zijn. Zeker. Ja. Dus terugvechten, terug opstaan ja. Na zo'n minder seizoen met een vernieuwd, een verjong Club Brugge, ja. Dat is ook misschien een mooie uitdaging. Tuurlijk, dat is zeker vandaag. Een uitdaging. En dat is ook weer dat, ik vind ook dat een minder seizoen als dit moet ons ook weer kracht geven om het volgend jaar te laten zien, ja, voilà, honger geven om volgend jaar te laten zien dat het echt een actiedodig parcours zou zijn, al zijn we er nog niet zeker van natuurlijk. Goed. En, humor ook. Ja, absoluut. Dan zijn we erdoor, Hans. Ik ga jou bedanken en heel veel succes wensen toch nog dit weekend. En wie weet in wat er nog komt, ja, of het nu super. De Champions of the Euro Playoffs is. Dankjewel voor je tijd. Frankie, ook fijn dat je erbij was. En nu, kijkers en luisteraars, dank voor uw aandacht voor deze 11 Insiders. Graag tot de volgende.